Mijn papa is 79 en mijn mama is er 80 geworden. En al een aantal jaren hebben wij afgesproken onderling dat wanneer dan mijn mama op controle moet naar het ziekenhuis, dat eigenlijk altijd een van de kinderen meegaat. En we doen dat voornamelijk ook om een steun te zijn voor mijn mama, maar ook om ons papa een beetje te ontlasten als mantelzorger. Kathleen is samen met haar broers en zus de vertrouwenspersoon van haar moeder. Een vertrouwenspersoon kan naast familie ook een goede vriend zijn, een buurvrouw of een collega. De specialisten doen echt hun best om de uitleg verstaanbaar te doen. Maar het is soms nogal een beetje veel om alles te onthouden. En dan gaan wij ook voor mama en papa een beetje herhalen wat dat de dokter gezegd heeft. De vertrouwenspersoon mag een patiënt helpen om de dokter beter te begrijpen, informatie op te vragen uit zijn dossier of een klacht in te dienen. Maar het is de patiënt zelf die de beslissingen neemt. Dat kan de vertrouwenspersoon niet in zijn of haar plaats doen. Mijn ouders worden een dagje ouder. En ik denk dat het ook de moment is dat zij eens goed nadenken wie dat ze graag zouden hebben die hen vertegenwoordigt. Dat ze zelf niet meer in staat zijn om beslissingen op medisch vlak te nemen. Een vertrouwenspersoon mag niet verward worden met een vertegenwoordiger. Een vertegenwoordiger mag wel in de plaats van de patiënt beslissingen nemen. Bijvoorbeeld bij een coma of bij dementie. Veelal zijn het de partner of kinderen van een patiënt die deze rol opnemen. Maar je kunt ook op voorhand iemand anders aanduiden. Voor mijzelf is het een evidentie dat ik eigenlijk die rol van vertrouwenspersoon opneem. Maar ik ben anderzijds wel zeer blij dat we met vier zijn en dat we dus ook de tijd, de energie, de zorg erover een beetje kunnen spreiden. Meer info over vertrouwenspersonen, vertegenwoordigers en de registratie? Surf naar cm.be/mijnrechten.